beeldend kunstenaars Elysia Verhoeven en Sime Dijkstra delen de liefde voor het Drentse landschap. Ze delen hun leven met elkaar en ze werken samen. En dat is meer dan alleen een liefdesverhaal. Met een opgeruimd atelier heb je. Ja, netjes, hè? Ja. Ja, dat, is het omdat wij er zijn of werk je altijd zo? Nee, speciaal voor jullie natuurlijk. Anders kan ik geen drie mensen hier. Nee, het is hier. Kijk, het is een klein bedrijfje wat je hier ziet. Hè? Dus een print maken. Ja, je hebt een pers nodig. Ja. En tafels om bij te werken. En het moet altijd wel een beetje praktisch zijn. Dus vandaar dat het hier netjes is. Dus dit is hoogdruk wat ik nu doe. Maar om langzaam, of om een atelier te bouwen, om hoe je zelf werkt, ja, dat kost gewoon heel veel tijd. Daar ben ik eigenlijk wel 15 jaar mee bezig geweest om gewoon een goed atelier in te richten waar ik gewoon prettig kan werken. Ja. Je hebt van alles, je ziet natuurlijk allemaal dingen hier om je heen, hè, een luchtinstallatie en ja, het licht moet redelijk zijn. En het is natuurlijk ook niet iets wat je zomaar eens een keertje doet, want jij hebt ook belang bij een regelmatige productie. Ja, ja. Je moet... Als graficus, hè, want je bent dan graficus, maar je moet eigenlijk constant moet je werken. En dat is heel vervelend, omdat een kunstenaar heeft natuurlijk momenten van inspiratie en dat het iets minder goed gaat. Maar je moet altijd door blijven werken om, om gewoon een inkomen te kunnen vergaren. En dat is de harde realiteit van als je echt van je kunst wil leven. Dit is jouw werkruimte, Elysia. Ja, dit is mijn heiligdom. Ja, jullie zitten elkaar niet in de weg, maar ook weer dichtbij genoeg om elkaars advies te vragen of elkaar te raadplegen. Nou, meestal doen we dat niet. Want iedereen heeft gewoon zijn eigen ding. Maar wel heel gezellig, want dan gaan we even bij elkaar kletsen en koffie drinken. En even buurten. Waar heb je Sime ontmoet? In eerste instantie hier in Dwingelo. Ik heb hem zo nu en dan zien lopen met een hondje en ik had ook een hondje. En later bij een zo'n soort ondernemingscursus. Want we zaten in de bijstand en we moesten ondernemer worden. Echte ondernemer worden. En dat is dat is niet onze sterkste kant. En ze had ook een hele mooie hond trouwens, een mooie collie. Heb ik dan prent van gemaakt. Ja, dus dat is. Zo zijn we elkaar leren kennen. Dus ja. Eigenlijk viel je eerst op zijn hond. En daarna nou, kwam hij. Nee hoor, nee. Eerst kwam hij en daarna dat hondje. Nee. Ik zag zijn ogen en ja, die vond ik heel mooi. Zij was eigenlijk al een kunstenaar. Zij ging iedere zondag naar Amsterdam om werk te verkopen. Achter een marktkraam, een kunstmarkt. En daar had ik enorm bewondering voor. Ik dacht van ja, zo kan het dus ook. Hè? Ik zat hier gewoon in mijn atelier, zat ik filosofische werken te lezen. Ondernemerscursus nog niet gevolgd. Nee, wacht op de galerie, werk voor me verkocht en zo. Dus eigen, ja. En zo is eigenlijk deze plek ontstaan. Dus eigenlijk door haar manier van tegenaan kijken. Zij is veel praktischer. Plek waar jullie werken, wonen en verkopen en exposeren. Ja. Jij hebt jouw werk, keramiek, Sime heeft zijn werk, maar jullie werken nu ook samen. Ja. En dat is echt heel erg letterlijk samen. Hij maakt houtsneders. Hij maakt houtsneders en ik gebruik dan die plaatjes. Hij heeft hier al een afdruk van gemaakt. Hij heeft hier afdrukken van gemaakt. Nou, daar druk ik klei in. Ik ga kijken wat ik daar verder mee kan doen. Dus ik gebruik die structuren om doosjes te maken of om objecten te maken zoals bomen. Maar goed, dat blijft plat. Dus ik bouw het op tot een driedimensionaal beeld. Maar de vorm, de plaat, die blijft altijd zichtbaar. Ja. Nou, ik maak gewoon een aantal van die afdrukjes. En dan laat ik het een beetje uitdrogen. En dan ga ik kijken van, wat ga ik er nou mee doen?
Mijn vader is in de jaren 70 was hij een fel voorvechter voor tjerkvermaning. Amateur-archeoloog, hij is leraar Engels, maar was hij altijd. Maar in zijn vrije tijd zocht hij stenen. Vergeet niet te bukken. Oh, dat is goed dat je dat zegt. Hier nog steeds bukken. Toen ik een jaar of nou, 10 of zo, dan ging ik met hem het veld in. En dan gingen wij dus bewijsmateriaal zoeken van dat tjerk gelijk had. Hier in Smilde, in Eemster en in Bijlen. Hij is ook een soort landschapmissionaris wat dat betreft. Maar hier ben jij dus ook mee opgegroeid. Ja, het zoeken van deze stenen, dat heeft mijn leven grotendeels bepaald. Ja. En mijn vader vertelde altijd verhalen van hoe het landschap er vroeger uit had gezien. Als je bijvoorbeeld een glooiing hebt in op een akker. Dat dan uit de ijstijd kwam en dat daar waarschijnlijk onder nog een riviertje had gestroomd. En dan vond je dan kiezels bijvoorbeeld. En dus het landschap kreeg een hele andere betekenis voor je. Maar het waren de eerste prenten die ik maakte waren van landschappen waar ik stenen had gevonden. Want dat vond ik zo grappig. Als je bijvoorbeeld een plek hebt waar je stenen vindt, hè, waar je dus prehistorische werktuigen vindt. Dan heb je eigenlijk al een verbinding met de prehistorie. En dan ga je toch anders naar het landschap kijken. Je vindt iets wat 20 of 30.000 jaar oud is. En dus die mensen hebben daar toen ook al rondgelopen. En hoe zagen die het landschap? Dus dat landschap kreeg voor mij een soort mythische lading. Prachtig uitzicht zo door het raam. Ja, dat is heerlijk. Dat is echt. Ik ga dan zo op in jullie werk. Ik kan ook helemaal niet meer normaal naar buiten kijken. Ik zie dat dan. Je die brengt voren het, in het land en de bomen. En dan kijk ik daar weer naar, ja. Jullie hebben allebei veel gereisd. Dat was ook om te leren, hè? Dat was ook om te leren. En voor mij was het ook het gevoel van de vrijheid te voelen. Dus nergens aan vast te zitten en veel andere culturen zien. En heb je die vrijheid ook nog aan de Leeweg in Dwingelo? Ja, zeker. Absoluut. En waar ja. zit hem dat in dan? Dat zit overal in. In het wonen, in het werken, in samen met Siemen zijn. Het zit gewoon. Het zit in jou. Het zit in mij, ja. Nou, Drenthe is altijd mijn basis geweest waar ik weer terugkeerde. Over alle reizen die ik maak. Als ik na zo'n reis weer op de Drentse hei sta of in het veen. Dan merk ik toch dat ik daar behoorlijk wortel geschoten heb. Dus Drenthe is de kern en daarvanuit maak ik alle reizen.